Rob Jet ging weer eens af als een gieter. De andere krant had namelijk een Stop de Oorlog special op Prinsjesdag. Karel Beckman deelde deze krant uit, ook aan politici. Het conflict loopt namelijk totaal uit de hand. Er wordt nauwelijks gesproken over vrede. En ook Nederland blijft momenteel onder leiding van Brekelmans van de VVD oorlogshitsen. Ja, een geweldige boodschap natuurlijk. Het is krankzinnig aan wat voor gevaren we worden blootgesteld door die oorlogszucht. En wat natuurlijk heel erg opmerkelijk is, het is ja, van oudsher eigenlijk een linkse boodschap. Stop de oorlog. En ja, tegenwoordig word je verguisd als je het uitdraagt. En met dit gedrag maken ze ook Nederland tot militair doelwit. Ook Jetten kreeg een Stop de Oorlog krant aangeboden. Zou ik u nog een krant mogen aanbieden, een andere krant? We hebben een Stop de Oorlog special. Nee. Poetin is gewoon een hele nare dictator. En we moeten doorgaan. De internationale regels aan zijn laarsland. En we blijven doen. Dat doet Amerika nooit. Internationale regels worden aan de laars gelapt, volgens Jetten. Maar wat heeft Amerika vaak onder valse voorwendselen jarenlang gedaan in het Midden-Oosten, in Irak, in Afghanistan? Exact hetzelfde en eigenlijk nog veel erger. Wat vinden jullie? Vrede of oorlog? Laat het me weten en like en deel deze video.